Welkom bij Blik op Bezel, de wekelijkse portie nieuws uit de gemeente Bezel. De 20-jarige Angelo G. uit Reuver stond maandag voor de rechter in Roermond, waar hij zich moest verantwoorden voor een explosieve aanval op een woning in Bijlveld. De man wordt beschuldigd van het opblazen van een voordeur met vuurwerk, waardoor een moeder gewond raakte en er aanzienlijke schade aan de woning ontstond. De aanleiding van de aanslag was een conflict over een openstaande schuld van €800. Angelo G. zou dit bedrag nog te goed hebben van een kennis die volgens hem verzuimde een scooter volledig af te betalen. De explosie vernielde de deur volledig en verwondde de moeder van het gezin die zich op dat moment achter de deur bevond. In de rechtszaal verklaarde Angelo dat hij dezelfde schade wilde aanrichten die hij zelf had geleden door het niet terugkrijgen van zijn geld. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk. Daarnaast werd een schadevergoeding van €10.000 geëist om de herstelkosten van de woning en de medische kosten van de moeder te dekken. De uitspraak in de zaak wordt over 2 weken verwacht. En dan naar de Reuverse Marina Klaassen. Zij staat opnieuw in de finale van de Jokers Leedjesavond. Ze behoort tot de 11 finalisten die op 28 september optreden in de Maaspoort in Venlo. De Reuverse stond al enkele keren in de finale van de Liedjesavond en de halve finale van het LVK. Haar nummer dit jaar heet Os Paradies en de tekst is geschreven door Hannelore en Laurens Winter. De muziek is gemaakt door Sjaak Klaassen. De finale wordt live uitgezonden door Omroep Venlo. In de gemeente Bezel werd deze week de 10e premium wandelroute geopend. Die routes maken onderdeel uit van de waterwandelwereld in het grenspark Maaswalm-Netten. Een gebied dat bestaat uit Nederlands, Limburgs en een Duits deel. De route in Bezel heet Huilbeek en Maas en heeft een lengte van 12,7 kilometer. Wandelaars komen onderweg water, weide, bos en heide tegen. De route begint bij het veer tussen Bezel en Kessel en loopt via dorp Bezel, Reuver en een deel van het buitengebied. Bij het startpunt staat een bord met de routekaart. Dan gaan we naar Reuver, want waar de 3e editie van Picknicken bij de Zusters plaatsvond, gecombineerd met een gezondheidsmarkt. Wat heeft ons gedreven? Ja, eigenlijk een hele goede vraag. Wij zijn een gezondheidsorganisatie. We zetten ons in verschillende vlakken, waaronder een gezonde voeding, een gezond slaapritme, genoeg beweging pakken. Eigenlijk alle aspecten die juist in dit festival zijn gestopt, die dragen wij uit. Dus vandaar. Wij geven niet alleen een steuntje in de rug, wij vertellen de mensen het verhaal. Het verhaal over als je ziek wordt, hoe het dan verder gaat met je. Over het UWV, dat hele grote dreigende woord. Hè? Gemeente, sociale dienst, weer zo'n dreigend woord. Nou, die komen bij ons terecht. Wij zijn ervaringsdeskundig. Ik doe het per 26 jaar. En gewoon, wij geven de mensen het antwoorden. En dan gaan we met hun mee, als het nodig is. We vertellen dus verhaal en we gaan mee naar de instanties. Naar keuringen, weer zo'n lelijk woord, hè? Verzekeringsartsen. Nou, wij gaan gewoon mee en wij vertellen dan ook daar van tevoren wat de mensen het beste kunnen doen en wat de regels zijn en wat je te wachten staat dadelijk. Want dat vergeten de mensen. Wat staat je dadelijk te wachten? Paardenkracht voor pubers is het. Dat is een soort sociale vaardigheidstraining voor pubers die ik geef. Met paarden uiteraard. Ja, vandaar de naam paardenkracht, want de kracht van een paard, eigenlijk hebben wij die ook. Neem ons eens mee, hoe ziet zo'n training eruit? De paardenkracht voor pubers die bestaat uit 6 lessen en iedere les heeft een eigen thema. Het thema is dan gericht op paarden, want wij gebruiken het paard wel om dingen duidelijk te maken. En dat gaat een beetje over, wie ben ik, hoe communiceren we elkaar, wat zijn mijn grenzen, hoe geef ik die aan, emotieregulatie, hoe vind ik mijn balans in een groep. En daar werken we aan. En we werken met een boekje waar leuke opdrachten in staan. Een soort van handleiding eigenlijk? Ja, handleiding. Ja, daar staat wat theorie in, maar ook vooral opdrachtjes om over jezelf te ontdekken. En we gaan vooral naar buiten met de paarden opdrachten doen en dingen oefenen. En ja, dan gaat het een beetje om experimenteren. Nou, we staan hier op de gezondheidsmarkt en zoekt u specifieks misschien hier op de gezondheidsmarkt? Nou, niet specifiek. Gewoon info.
Nou ja, u bent vorig jaar ook hier geweest. Is er toen toevallig iets wat u mee naar huis heeft genomen dat u, waar u gebruik van heeft gemaakt? Ja, toch wel. Thuiszorg voor mijn vrouw. Nou, een voedselbos is eigenlijk, net zoals het zegt, voedsel uit het bos halen. Dus we hebben een soort van bos aangeplant met allemaal eetbare planten, struiken, bomen. En over een paar jaar kunnen we daar ook het voedsel uithalen. Dus dan gaan we plukdagen organiseren. Wat de natuur biedt is natuurlijk hartstikke belangrijk voor een goede gezondheid. Want in een voedselbos wordt ook niet gespoten. Het is puur natuur. Dus, en dat is kei belangrijk. We zien hier allemaal een gezonde snack staan. Ja, bewuste keuze denk ik op de gezondheidsmarkt, of niet? Ja, we dachten lekker een dagje gezellig met de familie in het park. Wat gezonde snacks mee. Dus ja, gezellig zo. Buurtgezinnen is een organisatie die gezinnen aan elkaar koppelt, zodat ze elkaar verder kunnen gaan helpen. En ik koppel die gezinnen aan elkaar. Dus een gezin wat bijvoorbeeld last heeft met een moeder die het even wat zwaarder heeft. Met twee kindjes. Dan zoek ik een gezin waar de kindjes bijvoorbeeld één keer in de week kunnen gaan spelen. Zorgmies is een organisatie die helpt iedereen met een beperking. In de breedste zin van het woord. En vervangt heel vaak mantelzorgers. Omdat die, en dat weten heel veel mensen, die zijn vaak overbelast. Die hebben het vaak hartstikke druk. Dat doen we dus heel veel. En we doen dat voor mensen thuis. Maar ook voor mensen die in een zorginstelling wonen. U bent zichtbaar aan het genieten, of niet? Ja, we komen speciaal op de muziekcafé. Ruiver, prachtig dorp. Ik heb zelf Ruiverse roots, maar we wonen in Belfeld. En ja, we hebben echt wel een bindenis met Ruiver wel, ja. Bob Fostermans is bezig aan de laatste maanden als burgemeester van de gemeente Bezel. Voordat hij per 1 oktober de nieuwe burgervader van Pelemaas wordt, zal hij eerst figuurlijk de gemeente uit worden gebotst. Dat is de prijs van een winactie die door de organisatie van de Bezelse Kermis is opgezet. De winnaar van die winactie die krijgt een wel erg ludieke kermiservaring voorgeschoteld. Want samen met de kermisorganisatie en het gemeentebestuur van Bezel mag de gelukkige het tegen de afzwaaiende burgemeester opnemen tijdens een rondje in de botsauto. Het duel met Fostermans in de botsauto vindt plaats zondag vlak na de kindermiddag. Ironisch genoeg was die kindermiddag de reden dat de kermisorganisatie eerder dit jaar al eens botste met het gemeentebestuur. Aanvankelijk wilde de gemeente de subsidie terugvorderen, maar daar kwam het later op terug. En dat was het. Meer nieuws uit Bezel lees je op omroeppnm.nl/bezel of de gratis PNM-app. Tot volgende week.